we proberen elke keer om die gekke Trump heen iets anders te vinden, maar het is weer niet gelukt. Ja. Het gaat even om, er zijn op dit moment eigenlijk twee witte huizen in Amerika. We hebben dan dat ding in Washington, die kennen we allemaal wel. Maar we hebben natuurlijk ook Palm Beach, Florida. Daar gaat het natuurlijk over Mar-a-Lago. Dat is een fantastisch mooi oud gebouw. Dat is hier, heeft hij iets decoratief veranderd. Maar dat is een fantastisch resort. Daar kan je golven, daar kan je van alles doen. Maar direct nadat Trump verkozen was, kwam er een bericht bij voor de leden van deze club dat er iets zou gebeuren met de contributie. En dat zag er zo uit. Well, the Trump organization has just doubled the membership fee that it costs to get into the Mar-a-Lago resort. That's its centerpiece resort in Palm Beach, Florida. Now, the membership fee had been $100,000 as of January 1st. After the election of Donald Trump, that fee doubles to $200,000. Now, in addition to that initiation fee, you have to pay $14,000 a year in membership fee, as well as $2,000 a year in food and beverage costs. Now, $200,000. Maar je moet even die website ook even bekijken, het is fantastisch. Er wordt dan ook wel gegarandeerd dat je direct toegang hebt tot de top van de politiek. En dat je voor de rest ook op allerlei heerlijke diners en weet ik wat kan rekenen. Dus het kost wat, maar uiteindelijk heb je wel misschien wel een bepaalde opzichte waar voor je geld. Dat bleek ook wel eigenlijk toen de Japanse premier op bezoek was. En die werd daar ook ontvangen. En dat is dan niet in een aparte ruimte. Dat gebeurt dan ten overstaan van alle andere bezoekers die daar zitten dineren. En we kijken even naar een fragment. Want, wacht even een moment. Het belangrijkste om even te vertellen is, tijdens dat diner werd er duidelijk dat de Noord-Koreanen, vrij actueel, morgen is een belangrijke dag, dames en heren, deze. Dat de Noord-Koreanen weer een raket hadden afgeschoten. En dat bericht kwam tijdens het diner door. En in plaats van zich af te zonderen naar een aparte ruimte, gebeurde dit. Security concerns as well tied to Mar-a-Lago. What President Trump calls the Winter White House, raised by these Facebook photos showing the president responding to the North Korean missile launch in front of Mar-a-Lago members and guests. Ja, dus in het gezicht van al deze mensen die konden daar foto's van maken en dat twitteren, werd daar dus gewoon ten overstaan van iedereen, werd daar een wereldcrisis, werd daar besproken met allerlei adviseurs en zo erbij. Dus dat hadden we gehad. Nou was het, dat had u misschien wel eerder echt opgepakt. Maar wat wij ook nog vonden is dat het de avond nog niet ten einde was. Want, zei Trump tegen zijn Japanse evenknie, wij gaan nog even naar hier verderop. Hier is namelijk een huwelijk gaande. En daar gaan we even party crashen. En het fragment is vrij slecht. Het is met een telefoon genomen. Dus er is een bruidspaar, die hebben dat afgehuurd. En die worden stom verrast, want daar komt de president van Amerika binnenlopen. En hij legt even kort uit, het geluid moet even hard. Want hij legt ook uit waarom dat hij dat huwelijk eigenlijk zomaar komt verrassen. They paid me a fortune, zei hij. Dus, nou, voor $200,000 komt dus de president langs. Nu maken we een klein stapje, want hij had een andere Aziatische grootheid, kreeg hij langs. Die is ietsje groter dan zijn Japanse evenknie. Namelijk de president van China, de heer Xi. Ik weet niet of ik dat helemaal goed uitspreek. En die werd daar ook ontvangen. En wat was aardig is dat de kleindochter van de heer Trump, je krijgt niet alleen toegang tot de politiek, maar je krijgt ook entertainment in dit establishment. En dat zag er zo uit. U kunt het hele nummer downloaden op de website Politieke Junkies, dames en heren. Maar nu gaan we natuurlijk naar het moment suprême toe. Want hij had dus deze Chinees had hij te gast. En toeval of niet, hij kreeg bericht dat het misschien wel noodzakelijk was om een aantal raketten af te schieten. Hij had daar de generaals over had hij laten informeren. En dus uiteindelijk zijn die raketten natuurlijk afgeschoten. U weet dat 56 raketten of 59 op een vliegveld. Ik geloof dat een paar uur later de vliegtuigen al weer op stijgen waren. Maar goed, een aantal raketten zijn daar geland. En bij CNN werd hem nou gevraagd, hoe was dat om die beslissing te nemen? Wat was de setting? Wie waren erbij? En daar zegt hij dit. We're sitting at the table. We had finished dinner. We're now having dessert. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. And President Xi was enjoying it. And I was given the message from the generals.
that the ships are locked and loaded. What do? And we made a determination to do it. So what happens, as I said, we've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Yeah. Ja. Ja. Houdt u die vrolijke sfeer een beetje vast? Ik wil het niet heel vervelend maken, maar morgen staat er ook een lancering op het programma in Noord-Korea. Ja, ik vond het ook geestig, totdat ik hoorde wat dan de situatie was. De vloot van Amerika ligt daar bij een schiereiland in de buurt. Die Noord-Koreanen hebben gezegd, het is een belangrijke dag, ik geloof dat het een belangrijke feestdag is. En daar hoort een raketlancering blijkbaar bij, een feestdag daar. En die Amerikanen hebben gezegd, als je dat ding afschiet, dan hebben jullie een probleem en dan gaan we ingrijpen. Whatever that may be. Dus morgen blijft u aan de televisie gekluisterd. Tot zover. Ik wil de sfeer niet helemaal bederven, dames en heren. Het wordt hartstikke leuk aan de bar zometeen. Wat ook leuk is, en dat doe ik met ontzettend veel plezier, is u toch weer elke keer even melden dat dit programma alleen bestaat en echt alleen bestaat omdat we een groep krankzinnige idioten vrijwilligers hebben. Die zijn helemaal gek, knettergekke junkies, maar daardoor bestaat het programma. Dus graag uw warm applaus voor niemand minder dan Anne Schepers, Marie-Louise Schonewille, Jeroen Slot, Joost Beekendam, Iften Abelkoor, Floris van Doort, John de Zwart, Tom Groothaar, Maartje Nuchteren, Jaap Jansen, Niels Ted, Barbara Bos. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ho, 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 ho. Ja, nee, echt bijna. Zet u twee data in uw agenda. De eerste is 5 mei. Dan hebben we in dezezelfde zaal de formatieshow. Dat is, noem maar, het zusje of het broertje van deze show. Maar het belangrijke is even, daar gaan we weer inzichtelijk maken hoe die formatie precies gaat. En ik kan u vast melden dat wij buitengewoon trots zijn dat aanwezig daar zijn. Te gast Wouter Bos en de vandaag al eerder genoemde Bernard Wientjes. Dus op jou rekenen we ook. En de tweede datum die u absoluut moet opschrijven is 19 mei. Dan zijn we namelijk terug en hoop ik u ook weer te zien. Dank voor uw aanwezigheid. Tot de volgende keer.